Hallo, welkom terug bij een nieuwe video kanaal. Vandaag spelen wij weer Emergency Hamburg en wij moeten naar de juwelier toe, want daar is een collega van ons neergeschoten, geloof ik. En ik hoor dat er nog meer geschoten wordt. Er staat hier ook een brandweer, daar verderop staat een ambu. Even kijken, al mijn collega's die schieten nu lijkt wel een beetje één kant op. Ik weet niet, ja, hier op straat zouden ze neer zijn. Is het die persoon die daar rent? Die probeert naar binnen te gaan. Er ligt daar ook nog iemand op de grond. Goed verhaal. Even kijken. Zijn jullie allemaal wanted? Jij bent niet wanted. En Rone is ook niet wanted. Oké. Goed verhaal. Dan gaan wij weer door. Wachten op de volgende melding. Later. En Gas and Go wordt overvallen, dus dan gaan we daar snel naartoe. We hebben hier een groen voertuig wat hier nog staat. Ik heb geen idee waar de betreffende persoon is. En die staat hier om het hoekje. Hop, deze inzet is gefaald. Wij gaan ons klaarmaken voor de achtervolging. Hoppa, en we hebben hem getaserd. Mijn collega heeft hem mooi aangehouden. En de auto is stuk en die komt de ADAC nou ophalen. Wat mooi, wat mooi. Goede roleplay weer. Gewoon als de ADAC is, dan wordt de roleplay vaak wel beter, merk ik. Even kijken, laten wij naar de juwelier gaan. Even kijken. Er staat hier een oranje R8 en wij missen de taser inzet. Even kijken, gaat hij verder naar achter? Ik hoop eigenlijk van wel. Zijn banden gaan niet lek, wat is dit nou? Wat is dit nou, meneertje? Ben jij niet wanted? Ik snap het even niet meer hoor. Ik snap het eventjes niet meer. Ik denk dat wij maar gewoon naar de ADAC gaan om de auto te repareren. Daar hebben we meer kans op dat dat goed komt dan als we nu achter een random auto aangaan, denk ik. One eternity later. Beide containers worden nu opeens achter elkaar opgeblazen. De tank zit nog wel voldoende vol. Een halve tank, daar kun je wel een prima achtervolging rijden. Maar hoe ver mijn auto nu stuk is, heb ik er niet zoveel vertrouwen in. Dus we hebben die even mooi gerepareerd. En dan gaan we nu snel naar de boot toe. 12 seconds later. Even kijken, er staat alleen een ambulance. Dus we kunnen ervan uitgaan dat het gaat om mensen die corrupt doen. Of ze moeten natuurlijk naar de auto hier een stukje verderop. Even kijken. Zo. Hop. En wij zijn natuurlijk omgevallen. Geweldig, wij gaan zo snel mogelijk achter de zwarte Bugatti aan. Bro! Bro, nee, niet nu al. Ik ben nu alweer neer. Oh. En dan gaat hij ook nog serieus een bandje slopen. Ja, nou kom ik zeker niet meer achter je aan, want dan ga ik gewoon keihard slippen. Nou ga ik een klein beetje minder slippen. Maar nou heb je nog meer andere politieauto's achter je aan. Gaat hij bij mij checken? Of daar, ik denk dat er wel ambu komt, dat het wel goed komt. Er komt nog een zwarte Bugatti aan. Goed verhaal. Ik weet niet of hij die kan tegenhouden. Of ga je stopsticks neergooien? Beter ze pakken deze nu. Deze lijkt me nu makkelijker. Ja, ik had gewoon meer stopsticks moeten neerleggen. Anders is hier niet naar uitgekomen. Jammer. Ik hoop dat de ambulance snel komt. Die stond daar net op het hoekje. Ik ga toch maar voor de zekerheid even mijn alt erbij bellen. Oké, ik heb het op de camera's gekeken. Ze staan nu bij de farm shop, bij de hoflade. Alleen, ze hebben natuurlijk drie van mijn banden kapot gemaakt. En ik wou eigenlijk ook nog naar het ziekenhuis, want ik ben nu nog steeds in één klap dood. Maar dat gaan we dus denk ik niet kunnen doen. We moeten maar gewoon even snel koekje eten, zoals we daar aankomen. Hop, gaan we de auto repareren en dan gaan we supersnel naar de farmshop toe. Hoppa, en we hebben in ieder geval
1 Bugatti, enigszins gesloopt. Helaas wel dicht bij de A-dak, dus we gaan hopen dat we hem op tijd kunnen inboxen en dan de inzittende kunnen aanhouden. Even kijken, ja, die prikt hem er natuurlijk nu in. Hop, naar binnen jij, naar binnen jij, naar binnen jij, naar binnen. Hallo, hallo, hallo. Hop, en dan zo nog meer jouw bandjes lek maken. Even kijken, laten we nou even proberen om jou uit de auto te trekken. En dat gaat natuurlijk weer helemaal niet goed. Nee, ik ben nu alweer neer, gadverdamme. Oh, joh, joh. Maar ze staan wel ingeboxd, dus in zoverre. Dus ik hoop dat het wel lukt voor mijn collega's om ze aan te houden. Dat zou wel fijn zijn. One eternity later. Even kijken. Oké, het is verder. Het is nog lang niet rustig, maar het is ook niet meer zo druk als dat het was. Ik ga denk ik eventjes naar het ziekenhuis toe. Gewoon hoe minder mensen dan uiteindelijk zijn. Op een bepaald niveau, hoe beter. Dan is het gewoon lekker rustig als er weinig mensen zijn. Er rijdt daar een rode S-klasse. En daar wil ik ook even naar kijken. Zo, ik weet niet wat deze witte Audi nou weer aan het doen is. Maar die had gewoon ruimte moeten geven, want ik heb mijn lampjes aan. Wij gaan denk ik maar eens even lekker naar het ziekenhuisje toe. Gaan we hier eventjes wachten tot wij weer geheeld zijn. En dan gaan we door naar de volgende melding. Later. En de boot wordt alweer overvallen. Ik denk wel dat het door dezelfde mensen is. Nee, het is door iemand met een tractor. Ja, dat kan ook natuurlijk. Als je met een tractor komt en je denkt, ik wil hem leeg halen. Dat je hem lang leeg komt halen. Laten wij dan dus even met onze taser in onze hand snel naar boven rennen. Hij heeft de tweede container geopend, dus de kans dat hij door heeft is best aanwezig. Even kijken, hij gaat... Oeh, hij neemt een hele mooie tactiek die ik nog niet eerder heb gezien. Even kijken. Hij gaat zo op. Zo op, en die is neer. Mooi, maar mooi. Dan hoop ik dat het eventjes rustig blijft. Dan ga ik... hij liefde al. Nou, dat is nog makkelijker. Dan hoeven we geen al te hebben of te wachten op de ambu. Dan kunnen wij gelijk weer lekker door naar de volgende melding als die binnenkomt. 2000 years later. Er rijdt hier zojuist een groene Passat voorbij. Die staat hier nu in de bocht. En die knalt zomaar eens door random stopsticks heen die daar liggen. Dus we gaan jou in ieder geval even lekker aanhouden. En dan ook even je auto checken of er meer mensen aanwezig zijn. Hartstikke mooi. Nou, hij liefde ook gelijk. Nog makkelijker. Wij gaan maar weer wachten op de volgende melding. Want ik wil die personen die ons hebben aangevallen eigenlijk wel heel erg graag even pakken. Er zijn dus op het moment mensen in de bank aanwezig die de bank proberen te overvallen. Maar ik heb in de... hoe heet het? Op de camera's gezien dat de kluis nog rood was toen hij dat probeerde. Dus dat komt even niet zo goed uit voor hem. Nou, mijn collega heeft hem mooi aangehouden. Wij gaan weer door naar de volgende melding als die binnenkomt. Zo, ik denk dat we wel beter een einde kunnen gaan maken aan de video. Dat zeg ik nu wel, terwijl ze hier gewoon bezig zijn met een achtervolging. Laten wij daar even bij aanhaken. Bro, die rode Mercedes is niet eens wanted.
Die zwarte Audi waar mijn collega achteraan zit is niet wanted. Wat een chaos. Er klopt helemaal niks meer van. Ik denk dat wij er een einde gaan maken aan deze video. Ik vind het wel best. We hebben wat actie gehad. We zijn heel vaak geschermd door onze collega's. Dus ik vind het wel weer mooi. Vind jij het nou ook? Dan zou ik zeggen, abonneer dan zeker. En dan zie je graag morgen om half zes weer terug. Bij een nieuwe video.